Hallo allemaal, een hele fijne hallo allemaal. Ik kreeg vandaag heel vaak de vraag, Vincent, ga je voetbal kijken? Heck yeah, ik ga voetbal kijken. Maar niet meer omdat ik zo'n fanatiek aanhanger ben, wat ik vroeger wel was, tot de WK-finale in 2010. Toen we die verloren hadden, was ik me toch een partijtje verkenkerd, jongen. Ik was verchopt. Ik ben nog nooit zo vertiefd geweest als toen. Nee, dat is niet waar, maar goed, ik was er behoorlijk verkenkerd van. En die dag daarna zat ik op de bank met een kaart van hier in Tokio. En ik zat mezelf af te vragen van, ja, wat vind ik er eigenlijk nou zo belangrijk aan? Hè? Dat Nederland dan wereldkampioen is of zo. En behalve een dagje chaos en anarchie, kon ik bij mezelf geen passend antwoord daarop vinden. Dus sindsdien ben ik eigenlijk heel nuchter naar het voetbal aan het kijken. En daarbij, weet je, vroeger waren het mannen die aan het voetbal waren. Tegenwoordig zijn het een stel omhooggevallen pisnichten die al gaan lopen janken als ze over een gaspriet tieven, weet je wel. Daarbij is het voetbal natuurlijk overgenomen door het geld en de corruptie. Dus. Maar goed, dit jaar is het anders, want dit jaar staat Louis van Gaal aan het roer. En als ik iemand een heerlijke Mogol vind, dan is het Louis van Gaal wel echt. Die gozer die zou gelijk een ereplek krijgen in de Mooie Mannenclub. Zo'n toffe gast vind ik die gozer en ik gun het hem ook wel. En als iemand het kan, dan is Louisje het wel. Als die gozer wereldkampioen wordt, moet jij eens even bedenken hoe die persconferenties eruit gaan zien. Die gozer die gaat gewoon zitten van, ja gast, ik heb jullie wereldkampioen gemaakt. Wat de fuck ga je mij nog maken dan, weet je wel. Heerlijk lijkt me dat. Dus, en een vriend van mij die nog wel hardcore, echt diehard fan is, die heeft met zijn uienbek heeft hij dus een vakantie geboekt in Thailand ten tijde van de finale en zo. Dus die zou echt zwaar verchopt zijn als Nederland wereldkampioen wordt en hij zit daar. Nou, des te meer reden om lekker te gaan kijken vanavond. Dus ik zou zeggen, Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Louis van Gaal om zijn daden en zijn doen. Hup Holland, hup hup. Of niet, moet jij lekker weten. Hallo.